De damesmode schrijft elk seizoen nieuwe dessins voor en nieuwe modellen. En de Nederlandse confectieindustrie, die ook internationaal een steeds voornamer plaats inneemt, toont elk seizoen wat zij op dit terrein heeft bij te dragen. Dit zijn enkele sportieve mantels, bestemd voor het komende voorjaar. Zoals binnen- en buitenlandse inkopers die te zien kregen tijdens de 9e Fashion Week die in Amsterdam werd gehouden. De stoffen zijn over het algemeen vrij dik. Het Vondelpark maakte als eerste kennis met deze toiletten. Voor kostuums zullen onder andere veel zijdenstoffen worden gebruikt. De knopenindustrie gaat een goede tijd tegemoet, want er zullen veel knoopjes verwerkt worden. De bedrukte stoffen voor de voorjaars- en zomerjaponnen geven vaak grillige dessins te zien. De rokken worden weer iets wijder, de kragen daarentegen kleiner. De Fashion Week heeft opnieuw bewezen dat onze confectieindustrie in staat is voortreffelijke kleding te vervaardigen. Intussen is het een prettig idee te weten dat, terwijl de meesten van ons zich het hoofd breken over de komende winter, anderen zich al ijverig bezighouden met het voorjaar.